Hoi, ik ben Selina. En ik ben Luca. Welkom bij de pers. Welkom bij de... Stop. Welkom bij de Vierdaagse persconferentie. Dat moet je zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, wat heb ik u vanmiddag te melden? Ik heb maar liefst 3 jongste deelnemers. Allemaal geboren op 31 december. En er zijn er 2 van hier. Dat is wel gaaf, want er zijn ongeveer 50.000 mensen die er mee aan meedoen. Dat je dan een van de jongsten bent, dat is wel echt wel gaaf. Zij maken deel van een van de trotse dingen uit de Vierdaagse, het V-team. En op verschillende manieren zijn wij, ben ik, ontzettend blij met de deelname van het V-team. Die het grote goed uitdragen dat we ons evenement in het teken van veiligheid, vrede en vriendschap mogen houden. Heb je nog getraind worden? Ja, dit weekend nog 30. Ja, dinsdag, woensdag en donderdag. We moeten nog zien of ze ook dat gaan voltooien. Maar ik kan u melden dat we op basis van de cijfers van nu bijna 1500 jongeren in die leeftijdscategorie aan de Vierdaagse hebben verbonden. Ik heb tijdens de grote persconferentie ook gezegd waarom ik heb besloten dat kinderen van 11 tot 15 jaar, of eigenlijk moet ik zeggen van 12 tot 15 jaar, dit jaar niet meer met de loting mee hoefden te doen. Ik vond dat een hele terechte beslissing. Ik ben ook heel blij dat bijna 1500 kinderen van die leeftijd aan de Vierdaagse gaan deelnemen. Ik vond het wel cool dat de burgemeester erbij was. Ik had hem nog nooit gezien en ik wist eigenlijk ook helemaal niet hoe die heette of hoe die eruit zag. Wat gaat u eigenlijk zelf doen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Nou, ik loop natuurlijk niet mee, want ik moet heel veel gasten ontvangen. En heeft u nog tips voor ons, voor de Vierdaagse? Ja, ik heb wel een paar tips. Ja, let een beetje op die rupsen. Ja, het ziet er naar uit dat het eikenprocessiemonstertje ons bedreigt. Ja. Je moet eigenlijk je krachten op de eerste dag een beetje sparen. Goed lachs blijven lopen, goed humeur houden, hè, want als het hier goed gaat, dan voel je in je lichaam ook veel minder de vermoeidheid. Dat komt best goed. Medewerkers van de media, heel veel succes met jullie werk. Dank jullie wel. Nou, de tv wordt later niet jouw beroep.